Ja, Marcel, ik ga meteen beginnen met het vreselijke nieuws wat afgelopen donderdag naar buiten is gekomen. Onze collega Thijs Legers, die is niet meer te helpen. Hoe heb jij dat te horen gekregen? Hoe is het bij jou aangekomen? Ja, ik heb natuurlijk veel contact met Thijs en die vertelde mij vorige week dat hij onderzoeken had in verband met, hij voelde zich kortademig. En dat hij woensdag naar het ziekenhuis moest om de resultaten van de onderzoeken. Ja, en elke keer als ik hem sprak, dan was hij al heel emotioneel. Dus ik was er ook ver van gerust op. En hij belde mij woensdagmiddag. Ik zat hier op de hertgang en hij zat in de auto op de terugweg van het ziekenhuis. En hij zei eigenlijk letterlijk te zien, er is niks meer aan te doen. En toen brak hij eigenlijk al. En ja, dan weet je ook geen antwoord meer te geven. Dus ik heb hem denk ik 5-10 minuten aan de telefoon gehad en heel heftig. Ja. Toen vertelde hij wel dat hij de volgende dag me zou bellen om te kijken of hij het tegen zijn team kon vertellen. En dat heeft hij met een donderrokken, met een Zoom-call gedaan tegen zijn hele team. En ja, dat was misschien nog wel heftiger. Mm-hmm. Ook toen brak hij en ik denk al zijn collega's. Ja. Wat moet je zeggen als je zo'n boodschap krijgt? Ik heb Thijs ooit samen destijds met Toon binnengehaald als onze nieuwe perschef. En, ja, buiten het feit dat hij een vakman is, is het ook een fantastisch mens. Natuurlijk die ziekte gehad, gestreden. Eigenlijk er weer bovenop gekomen en dan komt dit. Ja. En daar heb je geen woorden voor. Nee. Twee kindjes, een prachtige vrouw en zo hard met hem meegeleefd hebben en dan krijgt hij deze boodschap. Ja, relativeren, hè? Dan is voetbal ineens bijzaak. Maar wat kunnen jullie met de club nu voor hem betekenen? Ja, we zullen proberen alles te betekenen wat we kunnen betekenen voor hem. Ik ga volgende week samen met Frans naar hem toe om te kijken hoe en wat we kunnen doen voor hem. Het is ontzettend hard aangekomen, denk ik, bij ons en bij al onze collega's. Dus het is nog heel moeilijk. Ik weet dat hij het weekend graag met zijn familie die klap wil verwerken. En het is bijna onmenselijk. Ja, hoe mooi is het dan dat dit nieuws voetbalfans herenigt. Zowel PSV supporters als Feyenoord supporters slaan hun handen in één en die staan zondag dus achter Thijs tijdens Feyenoord. Dat is prachtig. Waar je vertelt, voel ik het kippenvel rilling over mijn lijf. En zo voel je het denk ik ook. Als dit soort dingen gebeuren, dan komen mensen weer tot elkaar en dat zouden we veel vaker moeten doen. En het is jammer dat dit soort vreselijke dingen daar toe bijdragen. Van de andere kant zegt het ook wel iets over Thijs, hoe die als mens in onze samenleving staat en in de voetballerij. Ja. Dus dat zie je hem ook wel. Ja, we wensen natuurlijk heel veel sterkte in deze tijd. Absoluut. Ja, dan moeten wij het toch even hebben over de afgelopen periode. De wintertransferperiode. Jij dacht, de wintertransferperiode doe ik wel even alleen, want die is niet zo druk als in de zomer. Ja. Wat versta je onder niet zo druk, Marcel? Ja, inderdaad. Zoals je zegt, mijn ervaring is ook echt dat de winterwindow, wat je vaak doet is clubs die slecht voorstaan, die halen nog een of twee spelers of blessures die je wil opvangen met iets. Dus meestal is het niet mijn favoriete window, ook niet de drukste window. Mm-hmm. Spelers hebben eigenlijk geen tijd om ingepast te worden, hè. Je speelt maar door. Alleen ja, deze ervaring hadden we natuurlijk ook nog niet na een WK, met een lange winterstop. En dan is hij uiteindelijk veel drukker gebleken dan verwacht en ook gepland. Enorm hectisch. Ja, je hebt alles onder controle gehouden, tenminste dat ze zag eruit vanuit de buitenkant. Nee, wat is tegengevallen en wat is meegevallen voor je? Dat is tegenval. Cody zag je denk ik wel aankomen na het WK. Hè. We speelden goed WK, dus dan hou je er rekening mee dat het kan gebeuren. Nou, daar kwamen net voor de kerst 3 clubs voor. En Liverpool was uiteindelijk de meest serieuze en pakte door. Noni, die zagen we niet echt aankomen. Nee, hij heeft bijna niet gespeeld. En we wisten wel van zijn persoonlijke situatie dat hij heel nadrukkelijk terug wilde naar Engeland. Begin van het seizoen al. En, maar ja, ik heb nog letterlijk tegen zijn vader gezegd van niet deze winter, want zijn waarde is nu niet dusdanig dat wij daar een transfer in willen doen. Mm.
En toen, ja, op een gegeven moment komt er een bod van 25, 28, 32, 35. Ja, dan komt het in de buurt van die 40 miljoen. En toen hebben we ons intern ook afgevraagd van ja, oké, moet je hem nu nog tegenhouden? Hè? Het is Chelsea en die jongen wil dolgraag terug naar Engeland. Ja. Gezien zijn persoonlijke situatie. Toen hebben we wel gezegd van oké, als we dit doen, dan moeten we wel zorgen dat er iets terugkomt. Dat was ook wat Ruud aangaf. Ruud stemde ook in met de transfer, maar wel onder de voorwaarden dat er in ieder geval iets terugkwam. Ja, begrijpelijk ook. Ja, ja, absoluut. Ja, die Engelse markt, hè? Hoe lastig is die markt? Want je wordt best wel beïnvloed daardoor. Je grijpt door die Engelse markt ook af en toe op spelers mis. Heb jij daar nog invloed op met jouw Engelse werkachtergrond? En hoe lastig is dat? Nee, je weet dat in Engeland is de paniek nog veel groter. Simpelweg, ja, je weet als je uit die Premier League dondert, dan mis je 140 miljoen tv-geld. Ja. Dus ja, dan weet je dat clubs risico's gaan nemen. En je ziet het nu, clubs als Southampton, clubs die een beetje onderaan lopen. Bij Everton gaat dan de trainer eruit. Bij Southampton haalt ineens voor meer dan 40 miljoen spelers, wat ze normaal niet zomaar doen. Ja, dus je weet dat dat gaat gebeuren. En ja, daar heb je mee te maken. En dat kan ik niet veranderen. Dat zullen we ook met z'n allen niet zomaar even 1, 2, 3 veranderen. Ja, en dat dan ook nog Chelsea met nieuwe eigenaars zo ongelooflijk met geld gaat gooien. Ja. Dat is buiten alle proporties, toch? Dat kun je nog niet, hè? Ja. Dat is even een andere koek. Ja, die neemt de laatste avond nog even 120 miljoen. Ja, ongelooflijk. Ja, die laatste transferdag, die dinsdag, kun je ons even meenemen hoe dat ging? Hoe heb jij die beleefd? Ja, die laatste dag wordt altijd spannend. Zeker zoals in de fase waar wij nu zaten. We waren ver met Dortmund voor Thorgan. Alleen Thorgan moest nog met Dortmund praten, want ja, dat kon natuurlijk niet zijn hele salaris afdekken. Dus dat is, hij had 's morgens om 9:30 gesprek op die laatste dag. En daarna is hij naar hier gekomen, hebben we gekeurd. En uiteindelijk hadden we die wel rond 6:00 in de middag, 6:30, 7:00 allemaal rond. Patrick was wat lastiger, we waren wel ver met Galatasaray en ook met hem. Maar tussen hem en Galatasaray, daar was nog wel het een en ander, speelde het een en ander nog. Ja, en dat was een beetje kantje boord. Dat uiteindelijk om 19:56, 4 minuten voor 8:00 moet je die internationale. Ja, ja. Toen hadden we dus... Vanwege papierwerk, hè? Ja, ja, ja. Dus Willem, onze jurist, die was echt stoïcijns. Echt complimenten voor hem, want ga er maar aan zitten. Van allerlei info die binnenkomt, hij moet al die documenten aan elkaar knopen. En hij bleef echt stoïcijns. En na 4:08 had hij het allemaal. Uiteindelijk moet je dan matchen in het systeem, transfer matching systeem heet dat. En als die matcher is, dan gaat de KNVB verder mee aan de slag. Dus die waren we 4 minuten voor het verschrijden van. Dus dan is het, ja. Nou, daarna... Hoeveel druppels heb jij van je voorhoofd moeten afvegen? Ja, ik heb dit in Engeland natuurlijk een aantal keren meegemaakt. Daar is het gewoon normaal, hè? Want je ziet nu, hè, Paris Saint-Germain met Ziyech. Nou, dat gebeurt in Engeland jaarlijks. Maar ja, in Nederland kennen we dat niet zo. Maar het was nu wel even spannend. Ja, snap ik. En op het eind van de avond kwam eigenlijk nog een beetje onverwachts ook Marco van Ginkel. Maar dat was wel heel erg last minute. Ja, die was... De dag ervoor wel eens aan zaak kon nemen en Vitesse dat er wellicht dat ze wellicht iets konden doen, maar ja, het was heel beperkt budget. Die zag je toch wel eerder aankomen of helemaal niet? Dat lijkt dan wel, maar dat was dus niet. Nee, okay. Wij hadden ook steeds, ja, Vitesse komt wellicht, Vitesse. En uiteindelijk de dag 30e kwamen ze. En dan de 31e, ik denk om 22:00 s'avonds begon het weer. Ja. En uiteindelijk was dat ook 11:45, 22:50 voordat die afgerond werd. Nou ja, dan sluit het echt bijna. Ja. Dus dat was wel echt op het randje. En daartussendoor kwam nog even Jeremy Antonissen. Ja, nog. Die naar Emmen ging. Dus die moesten we ook nog snel even naar de hert gaan halen om dingetjes, formulieren te tekenen. Dus ja. Het was hier half 1 volgens mij toen het team vertrok inderdaad. Ja, klopt. Ja. Die inkomende transfers, er zijn er 3. Ja. Waarom deze 3 spelers en kunnen zij het gat dichten? Bijvoorbeeld Cody, Noni en Max op die positie. Ja, kijk, de bedoeling was in ieder geval met deze mensen dat je
zoveel als mogelijk, laten we zeggen, jongens die al op een bepaald niveau zitten. Hè, Hazard en Van Aanholt zeker in discussie. Ervaring. En Fabio natuurlijk een heel groot internationaal talent. Kunnen ze meteen direct vervangen? Ja. Cody is een speler van 50 miljoen. Die vervang je niet even 1, 2, 3. Maar oké, met Hazard hoop je in ieder geval weer wat goals, wat assists. Iemand met een goede traptechniek en ook ervaring. Mm-hmm. Met Patrick hoop je in ieder geval de rol van Max in ieder geval goed in te vullen. We hebben natuurlijk ook Mauro op die positie. Mm-hmm. Dus ja, daar denk ik dat we wel in geslaagd zijn. En ja, Ruud wilde ook graag, laten we zeggen, een multifunctionele aanvaller. Omdat de keer dat we zonder Luc zaten, dat we dan eigenlijk wel snelle problemen hadden. Ook zeker toen Jorbe nog geblesseerd raakte. En we wilden eigenlijk heel graag Jorbe aan het voetballen hebben elke week. Die jongen zit te lang in de situatie dat hij niet wekelijks speelt. En dus dat moment was ook wel daar. Dus uiteindelijk hoop je met die drie in ieder geval de impuls te geven dat de ploeg ook voelt van, hey, dit is een impuls. En dan zijn de namen Hazard en Arnold spreken natuurlijk wel aan. Ja, maar ze zijn hier op huurbasis. Ja. Waarom is voor die constructie gekozen? Ja, liever koop je. Hebben we ook geprobeerd in eerste instantie met Tsigankov. Die kwam in het nieuws. Dat lukte door die omstandigheden van, dat zijn zaakwaarnemer was ook betrokken bij de club Girona waar hij naartoe ging. En had helemaal een maandje of zo uit de Oekraïne gehaald met zijn familie. Dus ja, dat was heel moeilijk. Maar die hadden we wel willen kopen. Alleen, wat ik al zeg, in zo'n januari-window, dan wil je eigenlijk niet te veel dingen doen. Omdat het vaak last minute dingen zijn. En of je betaalt heel veel geld voor een speler die je aan wil trekken. Of je kijkt naar een categorie die net in de situatie zit dat ze niet zoveel spelen bij een club, maar wel kwaliteit hebben. Nou, in die categorie hebben we vooral gekeken. Dus je hebt Danjuma benaderd. Een jongen die even, volgens mij heel veel kwaliteit, maar even buiten de boot viel daar. Nou, hetzelfde was met Hazard. Dat leek eerst heel moeilijk te worden. En uiteindelijk wilde hij zelf ook heel graag. En dan lukt het uiteindelijk nog. Ja, en daarom uiteindelijk korte termijn opties gekozen. En kunnen we ook verwachten dat zij misschien nog langer blijven? Nou, Patrick zeker, de bedoeling is dat hij gewoon anderhalf jaar hier blijft. Met Hazard hoop je natuurlijk dat hij het zo naar zijn zin krijgt, dat hij net als wij van PSV gaat houden. Ja, zo is het. Nou, daar krijgen we wel voor elkaar, toch? Als jij nou bij zelf, dan moet het lukken. Ja, precies, dat gaan we doen. Ja, en dan die uitgaande transfers, we hadden er net al, of we bespraken net al een paar. Maar waarom waren die zo belangrijk? Het zijn er toch 7 geweest. Ja. Ja, een aantal waren wel gepland in de zin van dat Ruud ook de selectie iets kleiner wilde maken. We zijn natuurlijk begonnen met 29. Eigenlijk omdat we 4-5 blessures uit het vorige seizoen meenamen. En toen die eigenlijk allemaal een beetje terugkwamen, had Ruud wel zoiets van, het moet eigenlijk terug naar man of 24, 25 max. Dus daar zaten een aantal jonge jongens, Opegaard, Jorbe, die vielen daar in die categorie. Noni, wat ik net zei, die zag je niet 1, 2, 3 aankomen. Mm-hmm. Voor de rest denk ik hebben we ook nog een paar tegengehouden. Ja, gelukkig. Nee, maar je hebt ook keuzes moeten maken en dan voornamelijk moeten kiezen tussen het sportieve en het financiële aspect. Ja. Ben je dan tevreden als je terugkijkt op deze window? Ja. Als je eerlijk zegt, dan is het altijd gemengd. Kijk, je bent blij dat je, laten we zeggen, de financiële druk er even af hebt kunnen halen. Aan de andere kant, het doet het als voetbalman natuurlijk ook pijn dat je een van je beste, of twee van je beste spelers verliest. Dus die mix is er altijd. Je bent trots dat Cody naar een club als Liverpool gaat. Maar ook een beetje met pijn in je hart dat je hem gaat missen natuurlijk in je elftal. Dus ja, die financiële noodzaak die was er nu eenmaal, dat wisten we. En daar hebben we denk ik goed op kunnen anticiperen. En uiteindelijk met een aantal spelers binnenhalen die hopelijk direct een impuls kunnen geven. Dan hoop je dat de sportieve schade beperkt blijft. Ja, er is veel te doen geweest over die financiën binnen PSV. Hoe zou jij die situatie nu willen omschrijven? Hoe zou ik hem willen omschrijven? Kijk, er is de afgelopen jaren, ook door normale omstandigheden, toen ik wegging, werden we kampioen op het laatste jaar.
Dan speel je het jaar erop de Champions League, heb je dus hoge inkomsten. Het jaar daarna werden de inkomsten in de Champions League pot, Europa League pot, verhoogd. Dus je gaat wat meer risico nemen, in die zin van, nou, oké, is verantwoord. Ja, dan heb je de pech dat je net een aantal keren niet die Champions League haalt. En dan lopen op een gegeven moment de kosten dusdanig hoog op. Zeker omdat je in de corona een heel lastig verliesjaar hebt gehad. En toen ik dus binnenkwam, werd er ook aangegeven, nou ja, we moeten wel proberen dat die financiële, ja, hoe zeg je, het vet op de botten weer een beetje terug te krijgen. Nou, dus dat was een van de doelstellingen. En de stress van een transfer in de zomer was eigenlijk iets te groot. Niet gezond. Kijk, PSV zal altijd een transfer moeten doen, dat is geen enkel probleem. Maar die stress was nu iets te groot. En dat heeft tot dingen geleid die niet goed zijn, niet PSV waardig zijn. En ik hoop dat dat nu verleden tijd is. En dat, dat we daardoor wel in ieder geval weer een wat steviger financieel fundament onder PSV hebben liggen. En die koerswijziging was dus nodig. Er is veel geschreven of gezegd over Toon, maar is hem dan iets te verwijten als je ook kijkt na zo'n corona-periode, et cetera? Nee. Ik denk dat corona sowieso, niemand heeft er ervaring mee. Dat is één, en ja, hoe lang duurt het? En dat wisten we ook niet. Twee, hoe dicht is PSV bij Champions League voetbal geweest? Ja. Ook dit jaar nog en ook het jaar ervoor. Dus nee, ik zeker geen verwijt. Alleen op een gegeven moment, als een aantal dingen niet lukken, ja, dan moet je op een gegeven moment, kom je op een moment, op een punt dat je moet zeggen, nou oké, tot hier en niet verder. Ja. Nou, dat punt was nu een beetje. En dat het dan met en Cody en Madueke, ja, dan dat hadden we ook niet voorspeld en verwacht. Maar ja, dan heb je wel weer een iets gezondere basis. Ja. Nu mag er achter jouw functietitel in ieder geval de TD weer eraf. Hè? Mis je die rol of ben je blij dat je die nou weer kan afgeven? Nee, ik heb bewust de keuze gemaakt natuurlijk om terug te komen als algemeen directeur. En natuurlijk zal het voetbal altijd in me blijven. En zal ik ook straks Ernest weer helpen om hem op weg te helpen en te steunen waar ik kan. Maar die keuze was bewust gemaakt en het vertrek van John was natuurlijk zeker niet gepland. En ja, als dat dan ineens gebeurt, hebben we wel bewust gekozen voor om de rustige winterwindow zelf te doen. Alleen dat pakt iets anders uit. Ja, Ernest Stewart, goede naam. Hoe zijn jullie bij hem terechtgekomen? Nou, we hebben eigenlijk eerst gekeken van hoe willen we dat de functie weer ingevuld wordt. En willen we echt weer een voetbalbaas van het eerste helft tot de opleiding, tot de staf die daarbij hoort, voor zijn rekening neemt. En ja, dan zijn er niet zo heel veel namen die naar boven komen. Dus we hadden eigenlijk twee kandidaten en eentje hebben we mee gesproken, was meer een jong talent. En de andere, Ernest, meer ervaren. Ja, in deze situatie waarin we met PSV nu zitten, dachten wij dat de ervaren misschien net iets beter op zijn plaats zou vallen. Dus toen hebben we hem benaderd en ook mijn collega's Jaap en Frans waren eigenlijk na het eerste gesprek heel enthousiast over. Ook het tweede gesprek was heel positief. Voorgesteld aan de RWC, waren ook heel enthousiast en toen hebben we uiteindelijk het contract gemaakt. Ik denk wel dat het heel erg goed past. Het is ook een jongen met geen hoge eigen ego, het is een harde werker, komt uit de regio, was ook echt PSV-minded, zijn familie is PSV-minded. Uit Veghel. Ja, Veghel, Uden opgegroeid, dus ja. Maar ik denk dat een jongen is die past bij de club. Ja, dan komt echt iemand binnen. Ja, hij heeft ervaring en brengt ook weer een mooi netwerk mee, denk ik, uit het Amerikaanse. Waar hij natuurlijk veelmaal sterker is dan ik. Ja, want kunnen we daarin verwachtingen of veranderingen verwachten? Ook wat hij meeneemt? Nou ja, ik denk dat wat hij de laatste jaren heeft gedaan, dat hij iets van 70, 80 mensen onder zich had. Hè? Ja. Dus van allerlei performance staf tot medische staf, van de hele bond. Ook het vrouwenvoetbal. En daarnaast zijn netwerk wat hij in Amerika heeft opgebouwd, waarvan ik denk dat het een markt is die heel sterk aan het groeien is en voor ons interessant is. Dus ik hoop dat we daar ook nog wat extra revenue van kunnen plukken. Ja, hij zal toch een hele speciale opdracht meekrijgen, want deze zomer is heel erg belangrijk, vooral als je kijkt naar 2023, 2024. De nummer 2 in de ranglijst wordt direct naar de Champions League toegeleid. Dus wat is zijn opdracht nu?
Nou ja, onze opdracht bij PSV is altijd simpel. Wij moeten elk jaar om de titel mee strijden. En of er nou Ernest Stewart, John of ik werkzaam ben. Dus die opdracht zal niet anders zijn. Maar het is een gegeven, als wij inderdaad nog wat puntjes halen, dan is de kans natuurlijk heel legitiem dat we een extra Champions League plaats krijgen. Ja, dan moeten we daar natuurlijk wel zorgen dat we daarbij zijn. Ja. Weet al beu de gesprekken met de media, met de supporters ook trouwens. Ja. Hoe was dat? Nou, ik denk dat dat heel goed is. Ik vind, uiteindelijk is dat waar we het allemaal voor doen. Hè? PSV is de club van de fans. En dus we hebben maandagavond heb ik met de fans gezeten, alle groeperingen. En ook gewoon open en eerlijk uitgelegd waarom we dingen hebben gedaan. En wat de achtergronden zijn. En ze mochten alle vragen stellen. Ik heb ook niet gezegd van, dit mag je niet opschrijven of niet twitteren of niet op social media zetten. Wat was de meest kritische dan? Ja, nou ja, het gaat alle kanten op dan. Hè. Ja. Dus van geld tot die speler is niet goed of die speler is wel goed. Oh, ja. Maar het is waar je het allemaal voor doet. Voor die mensen doe je het. En zij vertegenwoordigen onze fans. Dus ik vind het wel belangrijk dat we dat soort dingen doen. We hebben ook bewust de dag voor de media gedaan. Dat zij ook gewoon hun eigen dingen konden vragen. En volgens mij was het goed ontvangen. De dag daarna hebben we de media gedaan. Dit keer allemaal één voor één, zodat iedereen ook zijn eigen vragen kon stellen, zijn eigen ding kon maken en schrijven. Volgens mij was dat ook wel goed een keer anders dan anders. Ik ben zo open en transparant mogelijk geweest als het kon. Ja. Uiteindelijk denk ik dat je dat het liefste ook doet. Gewoon eens vertellen hoe het allemaal is. En, ja, in de zomer was dat een stuk lastiger, omdat je wil en de RwC en John en alle mensen beschermen. En uiteindelijk gaat dat een beetje ten koste van jezelf, omdat ik had geen verhaal en ik kon het ook niet uitleggen. Er staat er nog. Maar nu was het denk ik ook helder om de mensen mee te nemen van waarom doen wij de dingen die we doen. Uiteindelijk denk ik dat er daardoor ook meer begrip is en uiteindelijk... Heeft het ook niks te maken met kritiek op andere mensen, op vorige mensen. Want ik heb ook gezegd letterlijk, misschien had ik dezelfde keuzes gemaakt. Dus dat weet je ook niet. Ja, er is heel veel kritiek geweest over Gakpo, hè? Verkocht aan Liverpool. Maar er is nog geen vervanger. Waarom niet naar de zomer? Hoe heb je daarop gereageerd bijvoorbeeld? Ja, omdat je kijkt van... we hadden natuurlijk stiekem de hoop dat hij het hele seizoen nog bij ons zou blijven. We hebben er wel in de zomer een beetje op geanticipeerd met Amba. Die hebben we op het laatste moment gehaald, omdat je niet zeker wist dat Cody in die window zou blijven. Als hij dan daadwerkelijk vertrekt, dan kijk je inderdaad eerst... Kun je iemand terughalen in definitief, permanent, of moet je een korte termijn? Degene die wij op het oog hadden... voor, laten we zeggen, een langdurig contract. Ja, die waren gewoon in deze periode niet haalbaar. En die zullen wellicht in de zomer weer op ons lijstje komen. Ja. En nu focus op de komende periode. Hoe kijk je daarnaar? En dan beginnend met de wedstrijd tegen Feyenoord. Meteen een kraker. Kraker, ja. Ja. Ik heb ook tegen de nieuwe jongens gezegd, jullie kunnen je borst nat maken. Mooie wedstrijd om te beginnen. Ja, ik denk altijd prachtig om in de Kuip te spelen. Ja. Maar ook dan, die wedstrijd is verschrikkelijk belangrijk. En als we winnen, dan sta je weer, doe je weer volop mee. Maar zelfs als je niet wint, dan is het niet beslist. Ik zeg altijd, de kampioen word je niet in januari. Word je in maart, april, dan moet je er staan. Of mei in dit geval. Hè? Ja, op het eind natuurlijk. Maar de eindfase, de laatste 10, 12 wedstrijden, dat is cruciaal. Ik denk, er doen veel ploegen mee dit jaar. Mm. Vaak is het een strijd tussen 1 of 2, maar nu is het 4, 5 ploegen die serieus meedoen. Dus laten we kijken wie aan het eind van het seizoen aan het langste koordje trekt. Zo is het. Ik ben heel blij met dit gesprek. Dankjewel. Ga je terugbrengen voordat ze bezorgd worden, ongerust, naar je honk? Ja, of jou gezorgd. Ja, dat kan ook nog. Dat jij niet terugkomt. Is dit het laatste gesprek met de media? Wel het meest eng, hè? Nee, dit is het meest makkelijke. Goed zo. Dan gaan we. Dankjewel.